Welkom bij Leeuwarden Actueel van woensdag 14 april 2010. Begin deze week zijn vier leerlingen van scholengemeenschap Comenius, locatie Zamenhof, door de politie aangehouden. Zij worden verdacht van verduistering van geld uit de kantine. Mercurius vroeg de politie om nadere uitleg. Cambuur gaat binnenkort weer play-off wedstrijden spelen voor een plaats in de Eredivisie. Maar is Cambuur klaar voor een stap hogerop? Mercurius vroeg de mening van de Leeuwarders.
Op maandag 19 april vindt in Van Harte Resto een ontmoetingsdiner plaats. Dit diner is georganiseerd naar aanleiding van de maatschappelijke stages die alle scholieren verplicht moeten doen. Tijdens dit diner kunnen stagebieders en stagebegeleiders met elkaar in contact komen om tot overeenstemming te komen over stageplaatsen. Er zijn twee Van Harte restaurants in Leeuwarden, in wijkcentrum Het Nieuwe Hoek en Pieter Jelles de Diek, die ook allebei stageplaatsen hebben. De rechter heeft bepaald dat de krakers het pand aan het Zuiderplein zo snel mogelijk moeten verlaten. De eigenaren, de makelaars Hoekstra en Buwalda, hadden een kort geding aangespannen omdat zij een spoedeisend belang hebben. Zij hebben namelijk een nieuwe huurder voor het pand dat jaren in gebruik was van uitzendbureau Fedior. Als de deurwaarder langs is geweest met het vonnis, moeten de krakers binnen 24 uur het pand uit. Zo niet, dan wordt de politie ingeschakeld. Binnenkort wordt een groot deel van het archief van het Verzetsmuseum Friesland ondergebracht bij Tresor. Het gaat om twee papieren collecties uit de Tweede Wereldoorlog die op deze manier samengevoegd worden. Het betreft affiches, kaarten, tijdschriften en foto's. Op deze manier wordt het gemakkelijker voor belangstellenden om in de archieven te zoeken. Dit was Leeuwarden Actueel van woensdag 14 april 2010. Tot ziens!